Wie was er dan? Ja, ik zei de gek. Zeg, luister eens even. Wat is het verschil tussen de diverse vinken in jullie assortiment? Dus allemaal runde gehakt. Alleen het vlees eromheen zit dat verschilt. Bij de blinde vink zit er een kalfslapje op het gehakt. Bij de runde vink een runderlapje. En bij de slavink een spek. Zeg, luister eens even. En dat is allemaal runde gehakt? Ja, is allemaal runde gehakt. Maar dat spek dan? Nee, dat is varkensvlees. Maar daarom zeg ik het vlees dat eromheen zit, dat verschilt. Maar het is allemaal rundegaard. Allemaal rundegaard, ja. En deze bleke jongens, wat is dat? Dat zijn die met kalfsvlees. Dus de kalfsvink. Dat is de rundevink. Lieve kind, hoor je wat je zegt? Het slaat als een tang op een varken allemaal. Nee, maar het is niet zo ingewikkeld hoor. Het is gewoon bij de blinde vink dat het vlees wat eromheen zit, dat het de kalfsapje is. Ja. Ik moet ook eigenlijk helemaal niet zo'n vieze door de weekse vink. Nou ja, kan heel lekker zijn hoor, met een beetje spinazie of verdijven, ja toch? Hoba. Zeg, luister eens even, en wat is dat voor leuks? Is dat kalkoen? Nee, dat zijn de cotoletto's, dat is varkensvlees. Dat is een gehakt schijf en dan gepaneerd. Oh ja, dat is meer iets voor de kleine beurs, zie ik al wel. Dat is niet echt iets waar je mee voor de dag komt. Oh, daar is de slager zelf. De biefstuk van de week was vreselijk, slager. Echt waar? Ja. Dat zou dan ossehaas geweest zijn. Nou, het leek verdorie wel een bieflap van de kiloknaller. Wat vreemd. Taai als een riem. En u heeft het niet te lang aangebraden? Nou, dat maakt helemaal niks uit. Ik had net zo goed een paar oude gimpen in de hete boter kunnen gooien. En een lucht dat er vrij kwam. Leek verdorie wel poepvlees. Nou, daar snap ik niks van, want ik heb verder geen klachten gekregen. Heeft u niet van dat Japanse gemasseerde vlees? Van zo'n koe die zijn leven lang naar klassieke muziek heeft geluisterd. Oh, u bedoelt dat wagyu-rund uit Japan? Ja. Ja, daar is momenteel heel weinig vraag naar, maar ik kan het wel voor u bestellen. Nee, ik moet het vanavond hebben. Nou ja, doe dan maar een pondje kweekvlees. U zegt? Kweekvlees, ja, dat is een soort gehakt. Vrij prijzig, maar heel lekker. Vrij prijzig? Dat is 250.000 euro per ons. Dat zit nog in de laboratoriumfase. Oh, nou, Van Bemmel heeft het al wel, hoor. Slagerij Van Bemmel? Ja, die heeft er allerlei vinken in. Rundervinken, blinde slavinken. Heel lekker, bij spinazie van Dijvi. Het spijt me dat ik u niet kan helpen. Heeft u daar ossehaas? Ja. Doe daar maar een pondje van. Ja, het is prachtig vlees, hoor. Doen we die voor u. Ja, ze moet toch iets eten, hè? Ja, zoiets. Ja, zoiets is goed, ja. En krijg ik dat dan voor de helft van de prijs, slager? Omdat u me zo teleurgesteld heeft. Nou, vooruit dan. Mag u het in kleine stukjes snijden? Het is voor de kat.